Suriname behoort met haar hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad samen met andere soortgelijke landen tot de High Forest Coverage, Low Deforestation landen. Tegen deze achtergrond in organiseert de regering van Suriname van 12 tot en met 15 februari 2019 een high-level conferentie. De rol van de Nationale Assemblée kwam aan de orde tijdens een door het instituut belegde persconferentie. De Nationale Assemblée van Suriname als wetgevend medewetgever, die heeft natuurlijk een belangrijke rol te vervullen in alles wat milieuplannen en milieuwetten betreft. Maar de conferentie die nu georganiseerd wordt met verschillende landen van de wereld, waarin Suriname samen met andere landen, voornamelijk landen met veel bos en weinig ontbossing, gaat kijken naar de mogelijkheden die er bestaan, de opties die wij hebben om bij te dragen internationaal aan het klimaatvraagstuk, maar vooral ook kijken wat wij als landen kunnen en moeten doen om binnen onze ontwikkeling onze bossen een goede plaats te geven. Daar heb ik namens de Nationale Assemblée ook een spreekbeurt te vervullen waarin we ingaan op wat de financiële mogelijkheden betreft voor het prijs toekennen van carbon en aan de andere kant de wetgeving. Echter hebben we doorgegeven aan de conferentie, de organisatoren, en dus dat gaat naar de internationale gemeenschap, een belangrijke ontwikkeling in Suriname. In de Nationale Assemblée hebben we als parlement besloten dat milieu een fundamenteel heel belangrijk vraagstuk is en klimaatverandering die nu op til is zo belangrijk is voor het voortbestaan niet alleen van onze economie maar zelfs van de wereld dat we samen met elkaar daarnaar moeten kijken en dat, daar zijn wat stappen in ondernomen. Behalve dat we buiten de commissie die we hebben in de Nationale Assemblée, de Commissie voor Klimaatverandering, Milieu en Klimaat, hebben we ook nog groepen samengesteld die trainingen hebben gevolgd in binnen- en buitenland, bestaande uit verschillende leden van het parlement, oppositie en coalitie. En we hebben de Milieuraamwet waaraan wij als parlement met de Commissie Milieu en particuliere NGO's, zeg maar milieuorganisaties en de regering, dus de verschillende ministeries die betrokken zijn, hebben we gewerkt. En uiteindelijk hebben wij dan als parlement de Milieuraamwet ook als initiatiefwet ingediend, van, waarbij verschillende leden van oppositie en coalitie de wet als indieners hebben ondersteund. Het is een bijzonder belangrijk moment dat we als Suriname nou de tweede stap zetten. De eerste stap had het parlement gezet, waarbij we een conferentie hadden hier van de IPU, ook over klimaat en klimaatverandering. En nu heeft de regering deze hele specifieke conferentie. We hebben eind van het jaar weer door de Nationale Assemblée met Parlamericas, onze regionale organisatie, gepland om hier in Suriname verder voor te borduren op de issue van klimaat, die het leven van onze, zeker onze jongeren, gewoon in grote mate gaat bepalen. Dus u ziet dat de Nationale Assemblée een welbewuste rol speelt, welbewust hard werkt aan de, niet alleen de wetgeving, maar ook aan de contacten internationaal, om ervoor te zorgen dat we met elkaar samenwerken, niet alleen nationaal, maar ook internationaal, om het vraagstuk van klimaat, klimaatverandering, bos, ontbossing, maar ook de inzet van onze bossen op een correcte wijze in onze ontwikkeling, om die ter hand te nemen. Vandaar dat we vandaag hebben gemeend in het kader van de berichtgeving over deze conferentie en de voorlichting aan die samenleving, dat DNA nu deze informatie geeft. We hebben hier natuurlijk naast mij de voorzitter van de commissie Milieu en Klimaat en de leden van de commissie Milieu en Klimaat. We hebben nog niet alle leden, maar in elk geval ziet u lid Watamaleo. En we zien lid Noor Mohammed, we zien lid Afonsoa, lid B. En u ziet ook lid Gayadin zitten, maar hij is geen lid van de commissie. Maar lid Gayadin is een van de initiatiefnemers, samen met mij en de vicevoorzitter en anderen van de milieuraamwet die wij in behandeling hebben genomen in de Nationale Assemblée. Ik wil vragen of de voorzitter van de commissie Milieu en Klimaat iets
toe te voegen heeft hieraan, zodat we dat ook krijgen. Ja, voorzitter. Dank u wel, dames en heren van de pers. Goeiedag. Heel kort. De Nationale Assemblée heeft in 2012, nadat we hebben geparticipeerd in een conferentie in Brazilië over milieu- en klimaatverandering, en wij daar een aantal best practices hebben gezien, waarbij verschillende parlementen een hele specifieke commissie hadden die zich bezighield met milieu- en klimaatverandering, hebben wij bij de delegatie bij terugkomst aan het parlement voorgesteld om ook een commissie in te stellen hier dat zich heel specifiek zou bezighouden met milieu- en klimaatverandering, wat ook is gedaan. En de commissie heeft een aantal zaken gedaan in de afgelopen periode. En ik moet zeggen dat toch wel een mijlpaal is dat wij erin geslaagd zijn om kamerbreed een milieuraamwet in te dienen. De commissie van rapporteurs is al aan het werk geslagen. En de verwachting is dat we in elk geval de eerste helft van dit jaar een hele belangrijke wet voor Suriname zullen aannemen, met name een milieuraamwet. Ik denk dat het tweede belangrijkste dat ik kan zeggen is dat bij elke participatie van Suriname, zowel nationaal als wij gasten hebben, maar vooral als we naar buiten gaan, dat we één belangrijke boodschap eigenlijk erop tamboureren. En dat is aangeven dat de bijdrage die Suriname levert om schadelijke stoffen te helpen onttrekken aan het milieu, dat wij toch wel vinden dat wanneer die grote wereld aan ons zegt, jullie zijn belangrijk, jullie bossen zijn belangrijk, een belangrijke zink enzovoorts, dat wij aan hun zeggen, maar dan moet je me compenseren, want jij vindt ik moet mijn bomen en mijn bos laten, maar ik moet ook huizen bouwen voor mijn volk. We hebben die hulpbronnen onder de grond waar het bos is ook nodig om te bouwen en ons ontwikkelen, zoals jullie dat hebben gedaan. En wanneer je vraagt, en ik begrijp ook het belang om het bos zoveel mogelijk te laten staan, dan betekent het dat je mee moet compenseren. En dat is toch wel in de afgelopen jaren, eigenlijk vanaf de commissie is ingesteld, maar zelfs voor dat moment, dat verschillende delegaties dat toch wel steeds weer herhalen. En ik moet zeggen dat wij zien dat die boodschap is gaan dagen. Dus dat we op dit moment staan waarbij we een grote conferentie hebben, waar we gaan praten over landen met veel bos en weinig bebossing. Ontbossing. Dat het niet uit de lucht is komen vallen. Maar dat er toch wel procesmatig is gewerkt en in de wereld, in Par-Amerika's, IPU, ACP-EU en alle andere conferenties waar we gaan, dat Suriname haar punt heeft gemaakt. En we zijn blij dat we in elk geval Suriname weer op de kaart kunnen zetten met deze conferentie en ons punt weer duidelijk maken aan de internationale gemeenschap. Voor ik naar een ander lid ga, wil ik ook heel duidelijk neerzetten dat Suriname een van de initiatiefnemers is geweest binnen Par-Amerika's, samen met Panama en anderen, om binnen Par-Amerika's de organisatie van parlementen van de OAS-landen, om daar binnen een klimaatnetwerk op te zetten. En dat is ook opgezet vorig jaar, eind 2017. En daar ben ik de vicevoorzitter van. Dus Suriname is actief bezig met het klimaat. En we worden ook gevraagd, we hebben in Uruguay speeches gehouden over de zogenaamde carbon pricing, de effecten ervan. En we blijven, zoals ook inderdaad de voorzitter van de commissie, Letizia Barat, zegt, internationaal hameren op het feit dat landen als Suriname een bijdrage leveren. Maar er zijn ongeveer 10 grote landen in de wereld die bijna 70% van alle emissions de lucht insturen. En hoe hard wij onze best ook zouden doen, als zij niks doen,
dan zal er toch niets gebeuren met het klimaat. Niets verbeteren aan de situatie waarin we zitten. En die boodschap brengen we inderdaad overal. Wanneer het gaat om milieu, dan is het iets waar Suriname zich aan moet committeren. Ongeacht vanuit welke positie je als politicus bent of beleidmakers, we weten dat er heel veel zaken zijn waar we van elkaar van mening verschillen met elkaar. Maar wanneer het gaat om issues zoals milieu, dan moeten we samenwerken. Ja? Want we leven allemaal in Suriname. Als we moeten vergaan, gaan we allemaal vergaan. Dus ik ben daarom blij dat u ziet dat er een initiatiefwet is gekomen en dat van beide kanten die ondersteuning is gekomen. Ook vanuit de commissie Milieu zullen we alles in het werk stellen om zo snel als mogelijk deze wet aan te nemen hier in het parlement. U begrijpt dat wij een aantal conferenties hebben samengewoond. Geloof me, we hebben een achterstand. En met deze wet, wanneer we het hebben aangenomen, is het een eerste stap naar de goede richting. Ja, we kunnen niet de naam dragen van meest beboste land, terwijl we niks eraan verdienen. Ja, simpel vanwege het feit dat we onze huiswerk niet maken. Dus u ook als persmensen, u heeft ook een bijdrage in deze te leveren. En we roepen op, zodat we met z'n allen, we kunnen elkaar kritisch begeleiden, maar zeker komen tot een heel goed product voor Suriname en vooral voor de generatie na ons. Dank u wel. Laat me aanvullend alleen maar aangeven dat wij zien milieuvraagstuk niets anders is dan eigenlijk partijoverschrijdend. Dus de grenzen van de partijen als het gaat om het vraagstuk. Daarom ben ik blij dat wij eindelijk, laten we zeggen, zo ver zijn. Ik moet zeggen, als u kijkt naar milieuraamwet en als u de afgelopen jaren zult volgen, dan zult u zien hoeveel concepten niet voorbereid zijn, maar dat daadwerkelijk tot het parlement nooit heeft bereikt. Dat we zo ver zijn dat we vandaag in staat zijn om als initiatiefnemers dat in te dienen en snel te werken aan implementatie. Er is daarnet door verschillende leden al aangegeven eigenlijk achterstand die wij hebben, die wij weg moeten werken, omdat het van belang is, nogmaals, niet alleen voor deze generatie, maar voor de komende en de komende generaties. En daar staan wij voor, we zijn daarvoor geroepen. En ik hoop dat het niet alleen maar bij de media alleen, maar ook die hele samenleving bewust van wordt dat if uno roko samen tap aan milieuvraagstuk, dan laten we geen gezond land achter om verder het land op te bouwen. Het is erg belangrijk dat wij als parlement, maar ook u inderdaad als pers en alle mensen in het land die vanuit hun functie op een of andere manier een bijdrage kunnen leveren in de eerste plaats aan het bestuderen van zaken, dat we dat ook doen. Waarom? Als je oppervlakkig naar het milieuvraagstuk kijkt, dan zeg je van ja, er is klimaatverandering, alle landen moeten samenwerken en dat is ook zo. De landen moeten samenwerken. Maar wanneer je dieper kijkt en je ziet het moment waar we nu in leven, dat zelfs de International Panel on Climate Change, die altijd eigenlijk een beetje de zaken rustig heeft gehouden, bijna een noodkreet heeft laten horen over de stand van zaken met betrekking tot het klimaat. En men heeft gezegd, de wereld heeft 12 jaar. En sommige deskundigen hebben gezegd, de wereld heeft minder dan 12 jaar. Om ervoor te zorgen dat we de broeikasgassen zo verder verminderen, dat we geen situatie krijgen die we niet meer terug kunnen draaien en onze kinderen eigenlijk hun voortbestaan in gevaar komt. Wanneer je die noodkreet hoort en je beseft dat zo weinig landen zo'n groot deel van de broeikasgassen uitstoten en zo weinig landen aan de andere kant, een stuk of 15, waar Suriname toe behoort, tot op dit moment wat we noemen carbon negatief zijn, dat we zeggen
We stoten netto gezien geen carbon uit. We nemen juist carbon op voor de wereld. Zo weinig landen. En zo weinig landen aan de andere kant. Ongeveer 60-70% van alle broeikasgassen de lucht insturen. Dan wordt het wel duidelijk dat de benadering van om een heleboel moeite te doen, een heleboel conferenties te organiseren, om alle 200 landen van de wereld, bijna 200 landen, bij elkaar te krijgen en ieder zijn eigen kleine bijdrage, Antigua, Barbados en dat soort landen die nauwelijks emissie geven. Het is goed dat ze bijdragen. Maar u begrijpt dat als al die andere landen van de wereld hun best doen en nul carbon meer in de lucht stoten, als die 10 tot 15 landen niet stoppen en niet echt serieus aan de rem trekken, dan zullen wij met ons hele bos de verdoemenis ingaan. En dat is toch wel iets waar ik de aandacht vraag van de pers. Studeert u op die issue, kijkt u ernaar. En dat is wat wij nu vragen vanuit onze positie als high forested, low deforestation country. Laten we kijken samen welke boodschap we de wereld geven. De wereld moet aan de rem trekken. Eerste rem die we moeten trekken is de ontbossing moeten we tegengaan. Maar zoals de leden ook hebben gezegd, wij moeten ook eten. We willen graag ons bos laten staan. Het bos verleent een dienst. Ik heb in Panama op het podium gezegd, wanneer iemand nu in een van de landen van Europa een machine uitvindt om carbon uit de lucht te halen, gaat die persoon geld krijgen daarvoor. Maar wanneer het de bossen zijn die in onze landen staan, dan blijkt het veel moeilijker te liggen. Maar we moeten blijven pleiten ervoor dat we toch wel met elkaar een manier vinden om die bossen te laten staan en onze ontwikkeling toch door te laten gaan. Dat is de kern eigenlijk van het vraagstuk waar we voor staan als land. En met ons die andere landen die in dezelfde situatie verkeren. Suriname heeft nog een ander specifiek ding. Behalve dat wij carbon uit de lucht halen, behoren wij tot de landen, de 10 meest landen die het meest risico lopen van klimaatverandering, stormen, zeespiegelstijging en zo. We zijn erg kwetsbaar daarvoor. En dat betekent dat er een dimensie ook is toegevoegd voor ons daaraan. Niemand is onkwetsbaar, maar er zijn een paar landen die heel snel het gaan voelen. En Suriname hoort ook tot die landen. Dus wanneer wij niet in staat zijn de komende 10 tot 15 jaar, inderdaad, draai aan par botto, dan zal Suriname de prijs helpen betalen, terwijl wij het niet hebben helpen maken. En dat zijn de dingen waar we dan mee bezig zijn en waar we ons mee bezig houden. We beginnen als parlement met het maken van een milieuraamwerk. Om zodoende regels te stellen binnen ons eigen land. En onze bijdrage aan de wereld in elk geval duidelijk te maken. En dan moeten we kijken wat de wereld met ons kan afspreken. Zodat wij ons ook verder kunnen ontwikkelen.